Het NK Shorttrack waat dit weekend domineren troch afsissings. Titelhouder Shinky Knecht wie net fit en meldde hem op beide dagen na. Maar hij wie net de enige. Roelof de Vries vertelt. Dit is de kribbel van Daan Breusma. Sneun woon hij nog de Nederlandse titel op de 1500 meter, maar ik snij kinderen erbij wijzen. Te volle les was die kribbel en ik net fit. Dit is een NK en natuurlijk het is een titel en juist woon ik op 1500 meter, wel mooi. Maar uiteindelijk is het belangrijker voor u het EK en daarom let ik dit een beetje shitten nou, jongens. En daarna is hij opereren? Ja, 12 februari werd ik geopereerd, omdat ik ik wil net ommoddering in. En uiteindelijk teer ik nou nog op mijn simmer en ik skaat gewoon super makkelijk. Maar dat houdt een keer op in het seizoen. En de mooiste wedstrijd komt er nog gewoon. En ik wil net als een pannenkoek groen rijden. Dus dan heb ik keuze maken om te opereren. Gelijk naar het EK en dan ging ik in de simmer. Of gelijk weer een mooie, had het echte trainen weer begint, dan ben ik er weer bij. Bij de vrouwen is de stand nog wel spannend. Het gaat met name tussen Lara Verhuiven, Susanne Schulting en Jorien Termos. En hier gaat de koprinster Lara Verhuiven vlot in de eerste ronde bij de finale van de 1000 meter al onderuit. Jorien Termos en Susanne Schulting, die liek het aan u te maken hier op 1 en 2. En Jorien Termos pakt een aardig gotje, wint, zadwaande ik de 1000 meter, pakt de koppositie. Maar Susanne Schulting, wordt je tweede, 5-jarig van Kerkhof en de akkerpster Rianne de Vries. De strijd is dan nog wel spannend, want de eerste trein zit nog aardig dicht bij elkaar. In de superfinale, na afstand van 2000 meter, pakt Rianne de Vries vot een gat met de Oresan deelnemers om die superfinale. En ze pakt zelfs een volslijnde ronde. Daarmee wint ze de superfinale en klimt ze op van het zesde naar het derde plak. Mooi podiumplak dus voor Rianne de Vries. Uiteindelijk pakt Jorien Termos het tweede plak in die superfinale. En daarmee ik de Nederlandse titel. Susanne Schulting zit er correct achter. En daarmee wordt zij correct als vlinder werd tweede op het Nederlands kampioenschap shorttrack. Ik denk dat dit het hoogst haalbare was wat ik dit weekend kon halen. Dus ik kan hier hartstikke blij mee zijn. Maar vorig jaar ik tweede. Ik bedoel, ik zei iets van nou, misschien hier ik dan nou een stapje heen gewonnen. Of zoiets van ja, nee, dat is prima. Nou, qua de tegenstander die ik nu had, dat was Jorien. Ik denk, die reed gewoon hartstikke goed. En deed gewoon een heel goed weekend. Dus het hoogst haalbare, dit was het hoogst haalbare. Bij de mannen is het strijd eigenlijk net meer spannend. Freek van der Wat, deze man liep het te vertrokken keer met de titel. Twa Friesen doen het nog wel mooi om een podiumplak. Deze Dennis Visser en ik deze Ljouwerter, dit zak de Laat. Ze hebben nog wel wat concurrentie, maar die concurrentie wordt wel wat minder. Omdat hier Dylan Hogewerf en Mark Prinsen onderuit op de 1000 meter in de finale. En zadwaande pakt Freek van der Wat, hij wint het op het Jervingen, de Nederlandse titel of voor de superfinale. Het tweede plak gaat naar Dennis Visser uit de Lemmer en Itzak de Laak pakt de derde plak. In de superfinale gaat Freek van der Wat de fot van Troch. Die jaren mooi de nummer 4 in het klassement, Adwin Snellink. Die Adwin Snellink die zal uiteindelijk deze superfinale ik winnen. Hij pakt een ronde vastsprong, maar hier gaat Freek van der Wat namelijk onderuit. Snellink pakt uiteindelijk het tweede plak in het klassement. Gaat dus Dennis Visser voorbij. En uiteindelijk het tweede plak in de superfinale pakt toch Itzak de Laat. Dennis Visser zakt naar het vierde plak. Freek van der Wat wordt de eerste. Tweede wordt Adwin Snellink. En zonder Jutterien wordt Daan Breusma treden op het Nederlands kampioenschap shorttrack.